Wie weet. Ik hoorde trouwens ook dat... ik weet niet, heb jij dit ook gevolgd? Dat Bruce Willis Apple gaat aanklagen. Ja, echt heel erg goed. Ik vond het zo prachtig. Ja, maar dat vind ik... Maar dat was... Ik was eerlijk gezegd verbaasd dat die muziek die ik koop niet van mij is. Nee, inderdaad. Je hebt eigenlijk alleen maar het toestemming om het liedje te spelen. Gekocht. Gekocht, ja. Die toestemming heb je gekocht. Daar heb ik helemaal geld voor betaald. Ja, maar dat mag je dus... En dat is waarom Bruce Willis mensen gaat aanklagen, of Apple gaat aanklagen. Want dat is niet overdraagbaar naar zijn kinderen. Ja. Dus de licentie is geen eigendom. LP-collectie van mijn ouders, wat inmiddels best wel uniek is. Ja. Ooit zullen we die hebben. Daar heb ik natuurlijk niks aan, want ik heb geen pick-up meer. Maar die krijg je gewoon. Dat is heel normaal. Dat is altijd normaal geweest. De boeken van mijn ouders. Logisch, tuurlijk. Ja. Moeten de nabestaanden maar zien wat ze daarmee doen. Dat is vanzelfsprekend. Altijd vanzelfsprekend geweest. En dan denk je altijd van... Oh, het internet en het web en dingen worden digitaal. En dat is beter. Maar in theorie is het beter. Totdat de juristen en de marketeers zich ermee gaan bemoeien. En dan wordt het slechter. Ze hebben iets wat fantastisch is. Ja. Digitale boeken, digitale distributie. Je kan het overal mee naartoe muziek, nemen. Hebben ze kapot weten te maken. Hebben ze verschrikkelijk weten te maken. Ik ben echt heel blij met zo iemand als Bruce Willis. Die de middelen en het geld heeft om daar een rechtszaak over aan te spannen. Dat is fantastisch. Want dat is toch verschrikkelijk. En misschien had hij ook wel publiciteit nodig. Hè? Het blijft een acteur natuurlijk. Ik heb echt een mooie grote collectie met muziek. Nou ja, ik ga ervan uit dat mijn kind ook tegen mij gaat rebelleren. Dus die wil dat niet, die muziek. Maar wellicht wil ze hem wel hebben. Dat is toch niet normaal dat ze er niet naar mag luisteren. Nee, haar kind zal het misschien weer wel op waarde kunnen brengen. Ja, precies. alles gebeurt in golven. Ja, ik vond het ook typerend. Je vraagt je af wat daar nou de grondgedachte is. Waarom mensen... En waarom dus... Maar ook waarom mensen, die verandering is gemaakt. Ja, precies ja. Want het is... Het doet hun helemaal geen kwaad of zo. We weten inmiddels dat om de 12 jaar is er een nieuw medium waarin muziek wordt uitgebracht. Dus het waarborgen van hun verdienmodel, dat wordt al door innovatie gedreven. Ja, dus maar ook door nieuwe muziek. En door nieuwe muziek, precies. Ja, maak nieuwe muziek en mensen zullen muziek kopen. Ja, maar nog steeds oude muziek is ook nog heel erg... Ik bedoel, de grootste hoeveelheid muziek vind je nog steeds in de geschiedenis. Ja. Dus ik vind het vooral... De grootste hoeveelheid muziek vind je in de toekomst. Er gaat nog veel meer muziek gemaakt worden dan jij gelooft is. Dat we niet om 12 december dit jaar... Ja, dat geloof ik inderdaad. Ik denk dat we nog wel even langer doorgaan. Ja. Ja, maar goed. Er is gewoon nog een heleboel interessante muziek die al over de aarde heen gaat. En zeker dat van onze ouders en van de ouders van onze ouders. Ja, het is... Ja, er wordt nog zoveel ook hergebruikt. Hè? Maar het is met boeken is het net zo. Ja, ik bedoel... Mooie voordelen van digitale boeken, dat je inderdaad annotaties kan delen met elkaar. Dat je de boeken niet fysiek bij je hoeft te hebben, maar dat je door kunt lezen als je een ander apparaat hebt en even inlogt. Dat is fantastisch. Maar... Ze hebben het wel kapot weten te maken door te zeggen, maar ze zijn niet van jou de boeken. Nee. Je mag ze niet geven. Jij bent eigenaar van de toestemming van het lezen van dat boek. Ja, eigenaar van de toestemming. Ja, wat de hel, joh. Ja. Het is, nee, ja. Maar goed, hè, laten we reëel blijven. Zodra jij klaar bent om de volgende fase van je zijn door te voeren. Je kind krijgt een harde schijf met al je muziek erop. Ja. Wie weet dat jij bent gestopt met leven en je kind de collectie overneemt. Niemand kan het nagaan. Dus het is totaal niet enforceable ook. Nee, maar mensen kunnen er niks aan doen. Waarom zou je het willen enforcen? Ik snap dat niet. Dat is echt...
dat is iets wat alleen juristen begrijpen. Ja. En juristen die waren er altijd om... in ieder geval... Ik had vroeger heel wat idee dat rechtsstaat, rechtszaken, dat of het recht, dat iets nobels was. Ja, dat is om je te beschermen tegen het kwaad van anderen. Precies, maar dat is... Maar het lijkt nu dat het kwaad zich... Ja, nu zoeken we dus bescherming tegen juristen. Ja. Dat is echt wat je hebt, hè, met organisaties als de Electronic... Frontier Foundation, EFF, ja. Dat soort dingen. Die zijn er om ons te beschermen tegen de dictatuur van de juristen die er op dit moment geldt. Ik vind het echt best wel ernstig, hoor. Ja. Veel te veel macht. Ja, en het is zorgwekkend ook. Ja, absoluut. Ik denk dat ik ook even de camera eraf haal. Haal jij de camera er even af? Op dit moment. Omdat hij immers daar zit. Maar dat punt dat ik ook opgeschreven. En dat ik het ook over heb over dat Bruce Willis dat gaat doen. Ja, nou ik ben benieuwd wat er van komt. Ik vond het wel grappig. Heb je dat het originele artikel gezien op de... Volgens mij is het Daily Sun of zo. Dat was een Britse online krant. En dan zie je dus, het artikeltje was zo groot. Dus ongeveer een inch of 2,5 centimeter. Ja. En daarboven stond de foto van zijn hoofd. En dat was ongeveer... Dat is echt 20 centimeter. Ik weet het nou niet of de... Ja, de Sun. Volgens mij is het gewoon een roddelblad. Het is een beetje de Telegraaf van... of is het echt roddel? Nou ja, zoiets. Ja. Telegraaf is er ook roddel. Ja, een roddel en persberichten. Maar dat doen ze wel op een hele succesvolle manier.